Hey. Welkom. Welkom. Leuk dat je weer kijkt. Dit is Knagende Arie deel 6. 6. 6. 6. Vandaag gaan we bezig met biefstuk. Je hebt een meisje gezien en dat meisje dat vind je eigenlijk heel interessant. Je wil bijvoorbeeld een filmpje pakken. Ja, wat ga je eten? Ga je uiteten of ga je zelf voor de koken? Ga je haar veroveren met je eigen kunsten? Of laat je dat door een ander doen en ga je je portemonnee laten zien? Ik ga nu een heel makkelijk receptje laten zien wat je echt heel snel kan doen, gewoon na je werk. Ja, dat gaat er misschien wel voor zorgen dat jij dat meisje verovert. Vandaag hebben we dus op het menu biefstuk met aardappeltjes uit de oven en gemixte groenten. En ik ga één manier laten zien, dat is mijn favoriete manier. Kost het meer tijd, maar is wel lekkerder. Maar heb je daar nou bijvoorbeeld de spullen of simpelweg het geduld niet voor, dan kan het ook op een andere manier. Joep! Shut it! Here we go! De ingrediënten voor vandaag. Biefstuk. Aardappelen. Wortelen. Sperziebonen. Champignons. Kookroom. Kaas. Welkom aan mijn sous vide kant van de keuken. Deze heb ik alvast vacuüm verpakt gisteren, want ik heb gisteren zelf een biefstukje gehad. Die vacuüm verpakking is niet meer nodig, dus we pakken een mes. Dan pakken we een beetje keukenrol. Even wat side info. Deze biefstukjes die zijn al een half uur geleden uit de koeling gehaald. Dat is heel belangrijk dat je vlees op kamertemperatuur is. Want anders dan krijg je een hele taaie biefstuk. Dit zijn speciale vacuüm sous vide zakken. En dan hebben we hier dus nu een zakje. Pakken we onze biefstukken er weer even bij. Dan heb ik hier wat vers gemalen peper en zout. Stel nou voor dat je zoiets hebt van, oké, ik wil dit niet eerst gaan garen. Kan je ze zo in de pan gooien. Wat ik meestal doe, 3 à 4 minuutjes per kant. Vervolgens leg ik ze aan de kant en laat je de helft van zijn baktijd laat je het rusten. En dat rusten is heel belangrijk. Doe je dat namelijk niet, dan lopen alle sappen uit je vlees. Is je biefstuk niet meer sappig, krijg je een slappe hap. Ik heb hier dus die vacuümzak. Daar stop ik die biefstukjes mooi in. Die gaan we vacuüm trekken. En dan hoor ik je denken, ja, waarom zou je dit doen? We gaan dit in zijn geheel garen voor 2 uur. Dus dit is het gedeelte dat veel tijd pakt. Normaal gesproken zou ik dat met een sous vide stick doen, waarin niet dat mijn sous vide stick kapot is. Dus we gaan dit anders doen. De oven, die stellen we in op ongeveer 75 graden. We kunnen even aan de kant. Pakken we vervolgens een ovenschaal. Daar doen wij de biefstukjes mooi in. Water. Zo, kijk. Nu begint hij een beetje te stijgen, dat is goed. Dan heb ik hier een onderzettetje. Die leg ik erop, zodat ze onder water blijven. Dat ziet er zo uit. En nu zetten we deze bak in een oven van 50 graden voor in ieder geval een uurtje. Daarna gaan we even kijken hoe die is. Oh ja, mocht je nou trouwens niet zo'n mooi vacuümapparaat hebben als dat ik heb. Je kan ook gewoon een Ziploc zakje pakken met een bak water. Laat je hem in het water zakken, in dat zakje. Dan gaat het water ervoor zorgen dat de lucht eruit gaat. De Ziplocje dicht, heb je hem ook vacuüm. Dat is ook een goede truc. Aardappelen. Nee, dat kan veel sneller. Hatsenvlats. Gaan we deze aardappels in kleine stukjes snijden. Kokend water. Zout. Dan ga je aardappeltjes bij. Als het uit elkaar valt, is het gaar. Pak je gewoon zo'n stukje. Even kijken, kijk, zie. Het valt zo uit elkaar. Die gaan we afdiepen. De aardappeltjes zijn afgegoten. Wat ik dan doe, ik pak een zeef. En dan ga ik ze door de mazen van die zeef heen drukken. Zo. Kijk, dan heb je hier je puree hangen. Klontje boter bij. Zout en room. Niks meer aan doen. Die is helemaal goed. Sperziebonen. Worteltjes, 3 verschillende kleuren. Gaan we verschillen. Hey boontjes, je worteltjes. Overigens zet je je puree even in de oven bij je vlees. Dan blijft die lekker warm. Je vlees haal je uit de schaal. Mooi zo op. Dus hier hebben we nu 2 volgegaarde biefstukken. Deze gaan we nog even afgrillen zometeen. Boter is gesmolten. Deze zijn goed, dus die gaan we nu even laten rusten. Ondertussen zijn je groenten gaar. Pakken we champignons. En bij die champignons doen we het vocht uit die sous vide zak. Champignonnetjes zijn een beetje klaar. Pak in een bakje, daar heb ik water en bloem in gemengd. Als je dat dan een beetje snel aanroert. Top. Dit ga je gewoon heel makkelijk zo snijden. Kijk eens even. Is toch mooi?
Dit kan je dus ook gewoon in dat pannetje doen, dat je die met kaaskoek in de oven zet. Ik heb daar andere spullen voor. Pakken we de boontjes. Beetje van die worteltjes erop. Ons mooie gesneden biefstukje. Leggen we hier. Pakken we onze champignonnetjes. Gesnipperde bieslook over. En daar is je gerecht. Biefstuk met groenten en aardappelpuree. Eet smakelijk!